een week waar je drie keer speelt en uh, ja daar zal ik gewoon in keuzes in maken in in de opstelling een aantal keuzes natuurlijk die die moeten uh, met de afwezigheid van karim schorsing van tony dus we zullen ja we zullen andere spelers uh, erin moeten zetten en dat zullen we dat zullen we ook morgen morgen doen je kijkt natuurlijk wat de wedstrijd nodig heeft uh, hoe je de spelers ervoor staan en uh, Vandaag heeft Jens ook niet kunnen trainen. Hij is de laatste dagen wat ziek geweest. Dus het is even afwachten hoe hij er morgen voor zal staan. Maar ja, er zullen morgen wijzigingen komen. Nou, we zijn heel tevreden met, uh, met Jens. En uh, zeker uh, hoe belangrijk hij is voor het team. Hij is een uh, multifunctionele speler die uh, verschillende posities kan, uh, kan benutten in het veld. En uh, heeft, uh, heeft natuurlijk het, uh, de mogelijkheid en het vermogen om. Uh, om mensen vrij te zetten voor de goal, om zelf te scoren. Het is gewoon een hele dynamische spelers En dat past natuurlijk in het spel wat ik wil zien bij Feyenoord. Ik heb hem gefeliciteerd. Ik had hem al voor de wedstrijd gesproken. En na de wedstrijd stuur ik hem nog een berichtje. Het is dus voor hem natuurlijk heel mooi dat hij door is. Volgens mij hebben ze in zoveel jaar niet gewonnen van die voorkeurs. Dus voor hem persoonlijk is het natuurlijk mooi dat hij verder is naar de kwartfinale. En uh, het feit is natuurlijk wel dat we hem uh, er nog niet bij hebben. En tot dat moment uh, ja, dat hij er weer is, sluiten we hem weer in onze armen. En uh, tot dan uh, ja, gaan we gewoon uh, door. Ja. Ik denk dat wij uh, ook kans hebben zijn, uh, om de beker te winnen. En zeker als je in de laatste fase zit met de halve finale eigenlijk uh, op het spel, morgen, ja, dan, dan ga je daar vol voor. En dat, uh, dat zie ik ook bij de spelers. En dat uh, zie je die honger om succes te hebben. Of dat nou. In het kampioenschap is of in de beker, ja, dat maakt dan niks uit. Ik dat, dat altijd uh, als jonge speler als er bij een, uh, een eerste elftal komt, dan um, is het altijd prettiger en, uh, en fijn als, als er spelers zijn die je opvangen. Nou, dat waren, in die tijd waren dat een aantal spelers. En, en ook Henk. Dus dat uh, vanaf het begin van mijn carrière. Um, Henk meegemaakt als uh, collega, maar ook als vriend. En, uh, ja, in de jaren door de jaren heen uh, heb je altijd contact met elkaar. En nu ook natuurlijk als trainer tegenover elkaar. Maar het is duidelijk en, uh, en mooi ook dat je een aantal spelers hebt of mensen die je eigenlijk door je hele carrière meemaakt. En dus dat is, voor mij is het wel uh, mooi om uh, tegenover Henk te staan. Omdat we uh, ja, heel veel verleden met elkaar hebben en elkaar. Uh, ja, waarderen en, uh, uh, en uh, respecteren.